Goedemorgen. Daar is het beekje. Zinken mijn snoepjes. Wat dus echt druk bezocht is. Goedemorgen. Sansa en ik wandelen weer door het Hulsbeek. We zijn nog steeds op die camperplaats. Die ook het Hulsbeek heet. Het is een topplaats. Het is een keten van camperplaatsen. Ja, volgens mij is het Duits georiënteerd. Maar in ieder geval die camperplaats niet hoor. Die is gewoon in Nederland en Nederlands. De beheerders zijn Nederlands. En we zijn er al sinds donderdag. Het is nu dinsdag. En ik merk dat wij toch een beetje behoefte hebben aan... Ja, we hebben natuurlijk heel lang niet gecamperd. 7 maanden zijn we thuis geweest. We moeten allemaal weer een beetje aan wennen. Roel die is nu net het eerste... De eerste video weer aan het uploaden. Van vorige week toen we in Lottom waren. En dat we bij Overlink waren. En dat we hier aankwamen. En we moeten weer een beetje de vlogmojo vinden. Daarnaast hadden we natuurlijk bij Overlink wat spulletjes gekocht. En als je zo'n kleine ruimte hebt zoals in een camper, dan levert dat meteen problemen op. Want je weet niet waar je je troep moet laten. We hadden een aantal grote dingen gekocht. 2 watertanks, een barbecue en die Omnia. Die hebben allemaal weer een plekje nodig. Dus dat was eventjes uitzoeken. En dan is het ook wel fijn als je gewoon op 1 plekje staat om dat rustig te kunnen regelen. Sporten heb ik nog niet echt opgepakt. Ik merk dat ik een beetje last heb van sportschaamte op de camperplaats. Jammer, hè? Ik kijk vlogs van andere mensen en ik doe dat gewoon. Die zitten gewoon naast de camper yoga te doen. En lekker met gewichten te spelen en zo. Dus ik moet me daar gewoon overheen zitten. Stom. Maar ja. Ja, je kunt hier heerlijk wandelen, alle kanten uit. Dus wat dat betreft verveel ik me niet. Gisteren hebben we een uitstapje gemaakt naar de... God, hoe heet dat nou daar? De Tankenberg. En het is vandaag een beetje wisselvallig weer. Maar prima wandelweer eigenlijk. Heerlijk. En we lopen nu over een blubberig paardenpad. Kijk maar. Getver. Sansa maakt het niks uit. Dus ik ben op weg naar het beekje. Er is een paadje. Ik heb al meer paadjes langs datzelfde beekje gelopen hoor. Maar er is 1 paadje langs dat beekje. En elke keer als ik daarheen loop, begint het te regenen. En dan staan de dakluiken nog open van de camper. Dan moeten we snel terug. Of zoiets. We moeten snel terug in ieder geval. Dus nou, poging 3 wordt dit. Als je hier wandelt, dit stukje. Het is net de mor van. Weidjes met paardjes. Bossen. Lekker hoor. Ik moet eventjes mijn maps even raadplegen. Tot later. Goed, ik ging op een kaart kijken en het blijkt dat ik dus vlakbij het beekje ben. Daar is het beekje. En daar is de eikenprocessierups. Helaas. Dat lint dat hangt hier om heel veel eikenbomen. Ja, het is gewoon weer eikenprocessierups seizoen. Ik heb ook al een aantal van die plekjes opgelopen. Ja, daar is niks aan te doen. Of je moet helemaal bedekt gaan wandelen. Dat kan ik zo wel zien. In Limburg ook al hoor. Limburg in de bossen. Daar zag ik ook al flinke nesten hangen en hier ook. Ik zal de camera.
maar even omdraaien. Dan kunnen jullie wat van de omgeving zien. Sansa, hoor je dat? Een paardje. Daar loopt een beekje. Ja, en het is een echt helder beekje. Dat hebben we in Zuid-Holland niet hoor. Dat hebben we alleen maar sloten. Mooi hè? Kom maar lieverd. Sansa, ja. Het regent een heel klein beetje. En hier is een plekje in de beek waar de honden los mogen en lekker nou, zwemmen kun je niet, maar we lekker kunnen pootje baaien. Sansa heeft net met twee hondjes gespeeld. Ze kijkt het andere hondje nog na, hè, Sans. Saai, hè? Dat is wel een mooi plekje, hè? Ja, even markeren, jongens. Sansa, kom. Kom maar. Ja, zoeken. Helaas zinken mijn snoepjes. Lekker grietje. Lekkere schat. En ik ben op weg naar een koppeltje van de godin Tanfana. De Tankenberg bij Oldenzaal. Daar staat het koepeltje. Daar ga ik nu even heen. Het enige wat ik hiervan begrijp is dat het in 1955 gerenoveerd is. Maar ik heb ergens gelezen op het internet, en dan is het altijd waar, dat er staat dat de Romeinen het rond 1400 of de 14e eeuw afgebroken hebben. En alles hier vernield hebben. Ja, en wie dat tempel die dit koppeltje dan heeft gebouwd, daar heb ik geen idee van. Hier zou dus die tempel van Tanfana hebben gestaan. Een mooi uitzicht, hè? Even kijken, zeg. Het leuke is, als je hier op het trappetje gaat zitten, dan kan je precies zien waar je naar kijkt. Ja, 5 kilometer Beuningen. Dit kan ik niet lezen. Ook Marsum. 10 kilometer die kant op. Dus dat ligt dan daar. Jongens, het Duitse toestand hier. Gewoon een uitzicht. Kijk, hier staat ook nog een hele tekst. Hier golfde eens de zee, waar nu de akkers tieren. En uit vermolmd gebeend kwam nieuw groeikracht voort. Ja. Nou, interessant hè? Het Mariakapelletje. En het wordt echt druk bezocht. Hier staan we in het kapelletje van Maria. Oh,
Wat dus echt druk bezocht is. Je kan het ook wel zien, want er staan er ook kaarsjes branden er. En er staan verse bloemen. Ja, ontroerend vind ik dat. En er staat daarachter een mandje. En dan kan je zelf een kaarsje pakken. Een vrijwillige bijdrage daarin doen. Dus ja, zoals we eigenlijk altijd doen, hebben we ook twee kaarsjes aangestoken. Voor de mensen die niet meer bij ons zijn. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.